Twee dagen Nikeri, twee dagen Paramaribo, het castratie- en sterilisatieproject van Caribbean Spay Neuter. Het project in Nikeri, daar hebben zij in totaal 104 honden en katten kunnen steriliseren en castreren. En in Paramaribo is dat tegen de 200, zegt voorzitter Karin Wanner van Caribbean Spay Neuter. De locatie waar zij de operaties doen is het onderdirectoraat van het ministerie van LVV aan de Letitia Friesdelaan. En daar hebben zij dan van de leiding van het ministerie de ruimte toegewezen gehad. We spraken met Karin Wanner over twee dagen Nikeri en twee dagen Paramaribo. En zij vertelt hoe het allemaal is verlopen. Raj Mahangu legde de volgende beelden vast. Alvorens we praten over Paramaribo, mevrouw Wanner, hoe is Nikeri afgelopen? Buiten verwachting is Nikeri heel goed gegaan. We hadden 59 registraties, maar toen hebben we weer oproepen gedaan. We zijn geïnterviewd geworden en we hebben het op Facebook geplaatst. En we hebben honden gehaald van de straat en ook van mensen die geen vervoer hadden. Dus in totaal hebben we 104 operaties kunnen doen in twee dagen. Tevreden? Zeer tevreden. Zeer tevreden. En nu, daar Movocoranti zich spreidt in Nikeri, staat de telefoon roodgloeiend. En jullie gaan dus dan terug richting Nikeri? We gaan het even bespreken. Het team dat is gegaan naar Nikeri is dol enthousiast over Nikeri. Ze willen graag teruggaan. Ze hebben zo genoten. Maar we gaan even kijken naar de logistieke, want natuurlijk al dat geshow van Paramaribo naar Nikeri met onze spullen, met de passagiers en dan weer terug, kost bommen geld. Nu Paramaribo, mevrouw Wanner, hoe verloopt het? Zeer vlot, zeer vlot. We hadden gepland om 180 operaties te doen in twee dagen, maar het zal meer dan 200 worden. Ja. En jullie localiteit dat jullie toegewezen hebben gehad, dat komt vanuit? Ja, de locatie is LVV, ingang 4, dat is directoraat veeteelt. Het is fantastisch, het is gewoon perfect. En we zijn de minister en dokter Chotkan en dokter Wilnis heel, heel erg dankbaar dat ze ons deze locatie hebben toegezegd. Ja, het ligt centraal? Het ligt centraal. Deze keer heb ik niemand horen klagen. Oh, zo ver, waarom gaan jullie zo ver? Niemand heeft geklaagd. Ja. Gaan jullie dus een samenwerking aan met het ministerie? Ja, we gaan het zeer zeker weer proberen om deze locatie te krijgen. Ja. Maar wanneer heeft u weer gepland om terug te komen met uw team? We gaan even kijken als we geld hebben voor een volgend project. Want zoals u weet, die 350 SRD die we vragen per hond tot 20 kilogram en die 250 SRD voor een poes of een kater is niet genoeg om de lokale onkosten te dekken. Dus we gaan even kijken wat we kunnen doen en als we nog een ander project kunnen doen. Voor dit jaar? Voor dit jaar, ja, want u weet, alles is duur geworden in Suriname en ook wij kunnen niet het geld bij elkaar schrapen om die projecten te doen. Dus we gaan even kijken. Hoe loopt het met sponsoring? Heel erg stroef. Het zijn echt dierenliefhebbers die ons altijd steunen. Het zijn altijd dezelfde mensen weer. Bedrijven die steunen liever mensen. Kinderen, weeshuizen, oudjes, zieken. En je kan ze niet kwalijk nemen. Het is gewoon de situatie in Suriname. Maar we blijven het proberen. We geven de hoop niet op. Ja. En hoe is dat in vergelijking met andere landen waar jullie eenzelfde project uitvoeren met sponsoring? Het is een beetje anders in de andere landen waar we projecten doen. Ik doe projecten in andere landen van het Caribisch gebied. Het zijn ook arme eilanden, maar daar heb je die devaluatie van het geld niet zozeer als in Suriname. Die devaluatie van de SRD is gewoon, het werkt gewoon vernietigend. Vernietigend. Daarom hebben we zoveel moeite om hier projecten te doen, omdat we de lokale onkosten niet kunnen dekken. En ik heb het dan over de accommodaties voor het dierenartsenteam. Ze moeten ergens slapen. Ik heb het over de maaltijden. Gelukkig hebben we veel sponsoring gehad van maaltijden.
En ik heb het over het lokaal vervoer van en naar Sanderij en iedere dag van en naar de locatie. En deze keer zijn we gegaan naar Nikeri. We zaten als haringen in een ton toen we gingen naar Nikeri. Dus we hebben nog een bus moeten huren toen we terugkwamen. En ook nog een transport om onze spullen terug te brengen naar Paramaribo. Dus het tikt allemaal vreselijk aan. Maar geven jullie niet veel meer uit eigen zak dan jullie in feite een dergelijk project willen uitvoeren in Suriname? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Het geld is gewoon nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Je kan nog zo goed plannen. Suriname is echt mijn zorgenkindje voor wat fondsen betreft. Ja. Maar motiveert dat u nog dan om hier projecten te blijven uitvoeren? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Ik ben geboren en getogen in Suriname. Ik zie de situatie in Suriname, ook met die devaluatie van die SRD. Men vindt het te duur om naar de lokale dierenarts te gaan, maar dat is dus niet de schuld van de lokale dierenarts. Ook ik huil iedere keer wanneer ik medicijnen moet kopen voor zo'n project. De prijzen zijn gewoon anderhalf maal gestegen. Het kost mij ook ongeveer $50 om medicijnen te kopen om één operatie uit te voeren. Dus ja, het is gewoon de situatie op het ogenblik. Dus ja, het is niet demotiverend. Ik zie de urgentie in Suriname, dus we gaan het blijven proberen. En het team klaagt niet? Nee, het team klaagt niet. Ze hebben zo genoten in Nikeri. Het was voor hun eerste keer? Het was voor hun de eerste keer, ja, dat ze naar Nikeri gingen. Dit is een vrij nieuw team waarmee ik werk, maar twee zijn ooit eens geweest in Suriname. Maar ze willen allemaal terug en allemaal willen naar Nikeri. Ja. Dus Nikeri moet haar best gaan doen om meer honden en katten te brengen om te steriliseren. Ja, Nikeri moet echt haar best gaan doen, want we zijn bereid om te komen naar Nikeri. Maar ja, die honden moeten natuurlijk komen, die honden en katten. Want we kunnen niet komen voor twee dagen om 180 dieren te doen en dan komen er maar 59. Dat kan niet, want die mensen komen van heinde en verre. Ze betalen zelf hun tickets naar Suriname. Ze doen de projecten geheel gratis voor ons. En dan kan je niet met weinig dieren komen. Dat is het de moeite niet waard. Dat is het zonde van het geld dat ze betaald hebben voor hun tickets. Weet je, en het verlof dat ze hebben genomen van hun werk. En al hun dingen in orde hebben gemaakt. Kinderen oppas, dieren oppas, noem maar op. Want ook zij zijn mensen die werken, ze hebben kinderen, et cetera, et cetera. Ja, Suriname is nu in de sfeer van de 1 juli viering. Ik zie jullie dat jullie in de sfeer zijn van 4th of July viering. Ja, ik doe vandaag een kleine celebration met ze voor 4th of July. Dat is altijd leuk, weet je. Ze gaan er, even kijken, wanneer gaan ze weg? 30 juni gaan ze weg. Dus ze zijn net op tijd voor 4th of July. Maar ik dacht eraan, laten we toch wat hier vieren. Ook met de Surinaamse vrijwilligers. Is altijd leuk. Ja. Het team aan vrijwilligers, hoe groot is dat? Het is ongeveer 10 personen. We hebben mensen nodig. Dus de Surinaamse vrijwilligers die de dieren voor ons optillen. We hebben vrijwilligers nodig die de dieren voor ons preppen. Dus de preparations, scheren, het steriel maken van waar ze gaan snijden, waar de operatie komt. En ja, voor de intake, bij de intaketafel, alle mensen registreren, alles opschrijven, het wegen. Dus ja, het Surinaams team en het Amerikaans team maakt het team compleet. Ja, hoe groot in totaal? Er zijn 15 mensen gekomen uit Amerika, 5 dierenartsen, 10 dierenartsassistenten. En ik heb hier 10 Surinaamse vrijwilligers. Een grote groep? Ja, 25 mensen. Ja, ja. How is the experience till now? It's been wonderful. We're really glad to be able to help with the overpopulation problem and so that people's pets as well as the street dogs can be taken care of and have their lives improved. Suriname is a wonderful country. Everybody here has been so welcoming and hospitable. And it's been wonderful to see the various areas. We were in Nikeri and then we're back here. So it's been a great experience. Yeah. We're really glad. Is it for you the first time in Suriname? Yes, it's my first time in Suriname, yes. Yeah. I've been on other international trips, but never to Suriname. Yeah.
And before coming to Suriname, have you heard about Suriname? No, I had not. I had to look at a map when the organizer, Karen, sent me the email about this trip. I had to look at the map and learn about Suriname. Mm-hmm. And now being here, what would you say? It's a wonderful country. Everybody's very friendly and hospitable, and it's a very diverse country with everybody living together peacefully, which is impressive. It's an example for all of us in the rest of the world. Yeah. And I heard from Mrs. Karen that Nikeri made a big impact on you guys. Yes, because, you know, it was a part of Suriname that probably most people don't get to see. We went on a trip to the Digipan Lake, and that was very beautiful and fun. My name's Cecilia. I'm from Florida in the United States. I've been working as a veterinary nurse or technician for about 20 years between emergency and rescue work and spay and neuters and surgery. So, yeah, I've been in it most of my life. Yeah. And when Karen told you about doing this project in Suriname, what motivated you to come here? I've known Karen for almost 10 years, just within the community. And she's always told me about her different trips. And this was finally a chance where between my schedule and my family, I was able to come. So I've been wanting to come for years. And Karen's amazing. So every time she talked about it, I help with different rescues and spay and neuters in the U.S. as well. So it was an opportunity to help, but also travel and sightsee. So it was great. It was a wonderful combination. Yeah, and it's your first trip to Suriname? Yes. Yep, my first time here. And the experience still now? Yeah. So far, I love it. Yeah, it's different. Just even culture-wise, I love the diversity. Everybody has been very friendly to us, very welcoming. So it's been great. And the team went to Nikeri. How was the trip? How was the experience? It was good. And we originally were hoping for more, but then they kept coming in. So it was good. And we're hoping that next time, now that people know about it, they'll be able to sign up more. So it was good. What are the differences and the similarities doing this kind of projects here in Suriname and the United States? I think the United States has a lot more rules for certain things. And we don't have as many dogs that roam in the streets, just not allowed as much. So that's a little bit different. I don't know the language, so I'm like, I can't help there. But aside from that, I mean, it shows that people still care about their dogs. And if we can just help understand that spaying and neutering them will lessen the overpopulation and lessen chances of them wanting to stray. So hopefully it makes a difference. Yeah. And we'll be there. And we'll be there next time again when Karen asks you. Yeah, depends on my schedule and my kids. Because I have three kids at home. Okay. Yeah. Yeah. And then you will go back. What will you tell your colleagues and your family and friends about Suriname? Absolutely. Sharing pictures, telling them about the experience. Later on, we'll even maybe bring the kids, train them how to work. Yeah.